opmerkelijke draai van uw partij. Nou, het is een grote stap. Het is trouwens niet alleen van eigen bodem. Maar wat ik hier wil pleiten is dat we moeten kijken of we meer kunnen produceren op eigen bodem. Omdat je minder afhankelijk wil worden van onvrije landen. We hebben de grote fout gemaakt door ontzettend veel gas voor een goedkope prijs vanuit Rusland te importeren. Nou, dat bleek duurkoop te zijn. Dus kijk voor de komende jaren of je meer in je eigen land kan doen. Maar kijk ook voor de lange termijn. Hè. Als je vorm geeft aan die duurzame energievoorziening waar we aan werken. Ja, willen we dan afhankelijk zijn van de Midden-Oosten voor groene waterstof of voor de VS schaliegas in de tussentijd? Of kiezen ervoor om veel meer in eigen land te gaan produceren? Ja. Maar eigenlijk zegt u toch, als je die plannen leest, zegt u dat laatste, zoveel mogelijk in Nederland produceren, ook al is het duurder misschien wel. Maar ja, goedkoop bleek duurkoop te zijn. Dat is meer het verhaal wat hier gaande is. Kijk, als je investeert in je eigen energievoorziening, dan kan het misschien ietsjes duurder zijn op dat moment. Maar de belastinginkomsten komen ook in Nederland terecht. En we zijn als land minder kwetsbaar voor die extreme prijsschokken die we nu zien. En we kunnen niet meer gechanteerd worden door foute landen die we met miljarden per jaar natuurlijk sponsoren op dit moment. Ja, maar worden daarmee dan consumenten niet op extra kosten gejaagd? Want nu was altijd het idee ook nog van Halbe Zijlstra, 5 jaar terug nog. Die was natuurlijk minister van Buitenlandse Zaken destijds. Die zei, ja, gas kan goedkoper gekocht worden uit Rusland. Dus ja, zaken doen met dictatoriale regimes hoort er nou eenmaal bij. Nee, ik denk dat het een bredere les is, niet alleen in Nederland, maar in het hele Westen. Dat we wat dat betreft te naïef zijn geweest. Ons in slaap hebben laten sussen door goedkoop Russisch gas. En we zien ook met China hoe verbonden we daarmee zijn. Het idee was altijd, als je met die landen handelt, dan worden ze misschien ook democratisch en liberaal. Ja, dat blijkt niet zo te zijn. Dus die afhankelijkheid moeten we afbouwen. Ja,